Dat is een uitstekend bankje. Ja, dit zijn van die bankjes die wil je eigenlijk thuis ook wel hebben. Een prima bankje. Ze kwamen er misschien daarom wel met z'n tweeën voor. Wethouder Breuners van der Weert en Roel Kremers openen woensdag 26 februari nieuwe bankjes op de Ginkelse Heide, vlak naast de schaapskooi. Waarom komen er twee wethouders voor een opening van een bankje? Ja, dat groeit dan zo. Dit is typisch een onderdeel wat een beetje net tussen twee portefeuilles invalt. Allebei een beetje verantwoordelijk voor. We kennen elkaar goed en we zeggen, dan gaan we het lekker samen doen. Zo is dat. Het zijn niet zomaar bankjes. Er zitten ook nog vormen van dieren in. Bij het ene bankje staan er zwijnen op en bij de andere schaapskoppen. Of was het nou andersom? Zwijntjes? Zwijntjes, waar hebben we... Tenminste, in het andere bankje zat een zwijn. Oh, ja. Ja. Nee, dit bankje hebben we geopend. Dus hier gaat het over schaapskoppen, toch? Het is toch wel bijzonder eigenlijk, het bankje waar we nu op zitten. Ja. Dit is eigenlijk een boom die omgewaaid was bij een van de laatste stormen. En een van onze medewerkers die zag ineens van, daar kan ik iets mee. Die heeft zo'n motorzaagkunstenaar gevraagd van, joh, wil je eens even hier een dagje op zoet brengen? En die heeft twee bankjes eruit gemaakt uit die ene boom. Eén bankje dan met deze prachtige koppen van een paar rammen. En de andere zit inderdaad koppen van een zwijn in. Dus dit is, als je nou over streekproducten hebt, dit is Purslaeng een streekproduct. En dat hoort hier gewoon. Niet zomaar hier. De bankjes zijn wel enigszins bewust in de buurt van drukke fietsroutes geplaatst. Ja, die vraag krijg je dus ook van mensen die hier recreëren. Dat ze graag zo nu en dan eens een keer een plekje willen hebben waar ze even kunnen gaan zitten. Een meegebrachte boterham of een kopje koffie wat ze dan in de thermos kan hebben. Om dat toch eens even te benutten. Het pas geopende bankje kon meteen goed worden gebruikt. De wethouders konden gebroederlijk toekijken naar trainende parachutisten in de verte. Ja, dat is wel heel bijzonder dat we net, terwijl we hier het bankje te onthullen zijn, dat er oefeningen zijn met parachutisten. Dus waar normaal 10.000 mensen op afkomen, dan mogen wij zo op dit nieuwe bankje even bekijken met elkaar. En nu nog even van het zonnetje genieten. Ja, de wind haalt aan, dus dat wordt wel even wat anders, ja.